Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Rick. En ik ben Jesper. En vandaag hebben we 10 pranks die jullie ook na kunnen doen. Oké, welkom dus bij deze video. Vandaag hebben we 10 pranks die jullie ook na moeten doen. Niet moeten doen, maar jullie mogen na. Jullie hebben de kans om na te doen. Ja, we gaan eens 10 pranks doen. Jullie zien het vanzelf wel. Ja, we beginnen gewoon met de eerste en we eindigen met 10. Oké mensen, we gaan eens de Invisible Rope prank doen. Ja, wat houdt het in? Dat hebben we al een keer gedaan. Dat hebben we al heel lang geleden. Meestal gaan we dus gewoon echt uitvoeren. Ja, de bedoeling is dus dat we een soort van neptouw gaan spannen. Ja, dus we doen zo allebei aan één kant van de weg. Ja. En dat lijkt net op een touw spannen. Ja. Jullie gaan het gewoon allemaal zien. En dan gaan we nou gewoon de prank uitdaan. Ja. Ik ben echt benieuwd hoe iemand voor gaat horen. Oké mensen, dit wordt de locatie. We gaan hier dus een touw spannen. Ja, geen touw, maar net alsof. Doe dit wel niet snel na, want mensen kunnen boos worden. Ja, en let dan op dat er geen auto achter rijdt, want die weet hoe het gaat. En doe niet om 80 weg of zo. En niet met een echt touw. Kut! Oké mensen, voor de volgende prank heb je een iPhone nodig. Want met iPhone kun je namelijk shortcuts of zo, hoe zeg je dat? Shortcuts. Afkortingen doen bij autocorrectie. Nou, ik heb mijn dingen aanstaan, schermopname. En als je bij instellingen en dan shortcuts en dan tekstvervanging, dan kun je hier een zin, dus bijvoorbeeld bij woord van hallo. Hallo is het woord, maar dat verandert iPhone dan in abonneer op Glow Movies. Abonneer op Glow. Dit moet je dus bij iemand anders zijn telefoon doen. Dus als je iemand als ik bijvoorbeeld Rick zijn telefoon afpak en dan een short kunt maken van, dan, want Rick zegt vaak van yo, kom eraan. En als Rick zegt yo, dan moet ik dat veranderen in sukkel of zoiets. En dan typt Rick dus de hele tijd sukkel naar iemand. Ja, probeer nou even of het gaat. Oké, ik zal eens kijken of het werkt. Stuur even naar mij. Dus hallo. Ja, dan komt er automatisch abonneer op Glow Movies staan. Ja, dus wat moeten jullie allemaal doen? Abonneer op Glow Movies. Oké mensen, ik heb hier dit en jullie weten dan denk ik al wat ik ga doen. Ik heb gewoon een bureaustoel. Dit is echt de old school prank. Ik ga deze proberen hieronder aan te monteren. En als je dan op gaat zitten, tot die keer zo. Oké, ik heb hem denk ik nou in een goede stand staan. Ik moet er nou duct tape omheen, dat hij goed vast zit. En tot het ding ook echt ingedrukt wordt. Hoop echt dat het gaat werken. Ik ben benieuwd hoe ver je hem moet indrukken. Zal ik eens gaan zitten? Ja. Dit moet je dan doen. Dan kom je zo binnen. En dan valt het nog niet zo op. Ga je zo. Oh, nou is het moment van de waarheid aangekomen. Dan ga je zitten. Nee! Waarom doet hij niet? Ja. Hij werkt wel. Maar niet heel goed ofzo. Geen succes dus. Dat kan ook gewoon gebeuren. Mensen, de volgende prank heb ik vroeger best wel vaak uitgehaald. Ik heb hier een box, een draadloze box met Bluetooth moet je hebben. Die ga je dan slim ergens neerleggen, bijvoorbeeld in een bosje, langs de weg. En via je telefoon spreek je wat in. Dus dat gaan we nou gewoon even proberen. We gaan hem even voordoen. Je moet hem bijvoorbeeld in een bosje neerleggen. Stel voor, dit is het bosje, ik leg hem hier neer. En wat moet ik inspreken even? Ik een ei. Doe ik even een spraakopname. Ei, stoppen! Nu afstap jij! Ja. Dat doe ik gewoon. En dan kan jij er even als het ware langs fietsen, ja? Ja. En duw hem even voor. Oké, wat jullie zelf al wel moeten doen. Jullie moeten je natuurlijk zelf wel verstoppen. Dus je kan bijvoorbeeld binnen gaan zitten en de box een beetje langs de weg leggen. Dus dit kan er gaan gebeuren. Hey, stoppen! Nu afstap jij. Oh, get pranked! Ja, zo moet het dus een beetje gaan. Bij andere mensen is het natuurlijk veel grappiger, want die weten echt niet wat er gaande is. Denk misschien zijn er geesten of wat dan ook. Ja. Oké, voor de volgende prank heb je dus cola en Mentos nodig. En jullie weten denk ik wel wat Mentos in cola doet. Dat splasht. En wat de bedoeling is, dus een klein Mentosje. Is gewoon één zo'n ding. Eén zo'n ding, dan moet je een... Die hang je in de binnenkant van de dop. En als je de dop eraf draait, moet die in de cola vallen. En hoe we dat gaan doen, ik ga jullie nu laten zien. Oké jongens, we gaan eens door de Mentos. Een gaatje prikken. Dus dit is nou een gaatje in de M&M, of de M&M, de Mentos. Nou touwtje eraan. Nou touwtje eraan.
En dan moet dat ding er nog doorheen gaan. Oké. Okay. Hoppatee. Laat zien, dit is wat we moeten hebben. Oké, okay, dit is dus wat je moet hebben. Een touwtje door de M&M. En dan leg je die in de dop. Oké, okay, dit moet in één keer goed gaan, Rick. Ja, maar die touwtjes, die moeten eigenlijk iets korter. Oh, die kunnen we daar nog afknippen. Ah, ik ben bang dat hij... Hij valt al. Nee. Jawel, hij valt! Oh, wat gaat hij doen? Yes, maar hij gaat al! En nu? Ja, dus jullie snappen de bedoeling al. Ja, Pie, doe nog niet! Weg! Gooi eens keihard in de lucht, man. Oh! Ik wil nog even voelen. Draai draaien dan maar. Ja, draai dan maar. Niet op. Ik weet niet. Oh, ja! Ik helemaal onder de cola. Oh, dit is een spektakel. Dit is een beetje misgelopen. Nou ja, mensen, ik hoop dat jullie het idee hebben begrepen. Ja, wel, het touwtje was te glad. We hebben maar één colafles, dus we kunnen hem niet opnieuw doen. Nee. Oké, mensen, voor de volgende prank hebben we Oreo-koekjes. Ja, dit vond ik dus echt een goede prank toen ik dit zag. Ja, in de midden zit dus wit van een soort wit. Ik weet niet wat het is, maar met de vloeistof. Maar wij gaan voor de prank dan tandpasta ertussen doen. En dan moet je gewoon zeggen, wil je een koekje? En dan gaat die gewoon gaan we allebei geven. Maken. Ja, allebei maken. Moeten we ook echt allebei proeven, hè? Ja, ik ga het wel proeven. Het is echt moeilijker dan ik dacht. Oké, nou heb ik twee goeie. Ik heb één goeie. Nou ga ik er tandenpasta tussen doen en kijken of het echt lijkt. Ik moet dus wel witte tandenpasta hebben, anders lijkt het niet echt. Holy shit, het ziet er denk ik heel raar uit. Oké, ik douw gewoon die andere erop. Kijk, het ziet er serieus best echt uit, hè. Je ziet het misschien niet echt goed, maar het ziet er redelijk goed uit als je gewoon witte tandenpasta pakt. Oh, ja. Deze lijkt ziek, hè. Ja, die lijkt echt, jongen. Kijk deze dan. Ja, we gaan gewoon allebei een hapje nemen, hè. Ik douw hem gewoon in mijn mond. Helemaal? Ja, dat is zo vies, man. Ja, maar weet je hoeveel ik erop heb? Oh. Zo vies. Gadverdamme, heb je het echt opgegeten? Bijna op. Is dat echt? Ja. Kan niet gezond zijn. Dit is een goede prank, want het is echt niet lekker. Voor de volgende prank heb je een plastic bekertje nodig of... Ja, gewoon iets, een iets waar je water in kunt doen. Ja. En de bedoeling is dan dat je die op de deur zet. En als er dan iemand de deur opdoet, dan valt die naar beneden. Ja, en dan wordt die geen nat. Maar dan kunnen we misschien met meerdere flesjes doen. We gaan ze even vullen en dan gaan we even volgen hoe het eruit gaat zien. Hoeveel doen we er? 5. Oké, okay, je zet de deur dus op een kiertje. En dan zet je de bekertjes erop. Dat gaat Rick niet doen. En dan net op het randje, dat hij er wel zeker afvalt. Dit is serieus wel een goede prank. Ik heb zin in die echt. Oké, de laatste twee. Hier staan. Hij drupt. Hier kan je echt nat van worden, hoor. Ik ga hem dus nu even vol doen. Nee. Ik ben ook gewoon echt meteen zeiknat. Dit is echt een goeie. Dit is echt een goeie. Dit was echt de beste, denk ik nog. Ik voel precies op je hoofd. Ja, ze kunnen. Maar oprecht, ik had wel. Ja, deze voel je niet aankomen. Deze prank kennen jullie vast ook wel misschien. Ik heb hier boter en ik heb hier een burgerklink en 3 keer raden wat we gaan doen. Dit is echt gewoon een hele vervelende prank. Je pakt een beetje boter en je smeert hem echt heel vies hier. Je moet wel even goed smeren. Doe je dit hier zo achter? Ja, je moet het iets voller gaan doen. En dan ga ik even de boter inleggen. Ah, kut! Dat doe je extra. Dat deed ik extra. Zo gaat het dus, hè. Godverdomme. Oh, je hand. Ja, je kan er zelfs ook pindakaas achter doen. Ja, dat vind jij. Wel even schoonmaken, denk ik. Maar dit was de prank. Oké, dit is dus ook een prank die je kan proberen uit te halen. Dit is best wel makkelijk. Maar ik weet niet of je hier ruzie mee krijgt. Oké, voor de volgende prank heb je dus een fles water nodig, een muntje en een handdoek. En dit is, of ja, het is niet echt een prank, maar het is meer een goocheltje prankachtig iets. Maar deze ga ik even bij Rick doen, dus... Moet ik nou een nat doen? Ja. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Is dit echt een nat? Ja. Ik kan dus dit muntje onder de fles, als ik die onder de fles leg, dat hij dan in de fles komt. Kijk, ik leg hem eronder, hè. Ja? Ja. Ja, en dan doe je de handdoek eroverheen. Zo. En nou moet je er even tegen blazen. Ja. Het is heel raar. Serieus, goed tegen blazen. Ja. Waarom dronk ik niet? Gewoon blazen. Ja, en nu is het muntje in het flesje getransformeerd. Ja. Oké, okay, komt jij? Moet je goed kijken. Of een muntje. Ja, het muntje zit erin. Kijk maar. Zit niet. Oh, lekker op! Hij is helemaal nat. Dit was het prank, dus.
Dit was de prank. Hij zat er helemaal niet in. Oh, je kan echt vol met ik ben ook gewoon zeiknat. Je kunt het zien, maar ik ben echt zeiknat. Dit is serieus wel een goede prank. Oké, mensen, dit was de video. Bedankt voor het kijken, super bedankt voor het kijken en heel erg bedankt voor het kijken naar deze video, want bedanken is het bedankt voor het kijken. Bedanken is het leven. Als jullie deze prank thuis gaan doen, zet die dan op Instagram, tag ons even. Ja, stuur ze naar ons, dan bedanken we jullie, bedankt. Ja. En bedankt. Bedankt voor het liken en als jullie liken, dan bedanken we jullie. En als jullie, en als jullie allemaal bedanken in de reacties zetten, ja, bedankt. Ja, je hebt dus echt een zin. Ja jongens, we zijn al de hele minuut aan het opnemen en dan kom je nou op zo'n moment aan.